En bij mij in de studio Hermes Sanctorum, welkom. Is er in België al onderzoek gevoerd naar de levensduur en de levensomstandigheden van konijnen, zoals in Nederland het geval is? Zo'n onderzoek is nog niet gebeurd. Dus wat ze in Nederland hebben gedaan, is de hele keten van konijnen als gezelschapsdier, om dat eens helemaal door te lichten. Dus je hebt de professionele kwekers, je hebt de hobbykwekers, je hebt de winkels, je hebt ook de mensen die een konijn aanschaffen. En de onderzoekers hebben gekeken hoe dat die konijnen worden gehouden, worden die goed verzorgd, worden die ook sociaal gehouden. Dat betekent dus dat ze met andere konijnen ook samenleven. Hoe gebeurt de euthanasie? Hoe worden dieren gedood die niet gewenst zijn? En die Nederlandse studie, die legde echt wel wanpraktijken bloot. En mijn vraag is, hoe is het dan eigenlijk gesteld in België of in Vlaanderen? En daar had de minister dan geen antwoord op. Nee, daar is geen antwoord op. Zijn antwoord was van, ja, maar er is striktere regelgeving in Vlaanderen ten opzichte van Nederland, wat goed kan zijn. Maar het is niet omdat je een wet hebt dat het ook wordt uitgevoerd. Dus ik heb eerlijk gezegd het vermoeden of de vrees dat er ook wel wat wantoestanden gebeuren in Vlaanderen. Maar laat ons dat inderdaad eens bekijken, zoals in Nederland is gebeurd. Dan weten we tenminste. En van zodra dat we het resultaat kennen, kunnen we ook iets ondernemen. En heeft de minister daar oren naar om zo'n studie op poten te zetten? Tot mijn verbazing niet, hè. Er is nochtans een budget in de Vlaamse begroting om dergelijk onderzoek te doen. Er wordt allerlei onderzoek gevoerd vanuit de Vlaamse overheid rond dierenwelzijn. Dus dat kon daar gerust ingeschoven worden. Spijtig genoeg, is hij daar niet op ingegaan, op die suggestie. Maar dan neemt hij weg dat misschien in de volgende legislatuur, dus na mei van dit jaar, dat het wel mogelijk is. Want ja, die konijntjes en andere kleine gezelschapsdieren, dat is een problematiek die wel onder de radar blijft, denk ik. We hebben het vaak over honden en katten als huisdier. Hoe worden die verzorgd? Hoe worden die gekweekt? Er gaat soms heel veel aandacht naar. En terecht, hè, want er gebeuren wantoestanden. Maar die kleinere gezelschapsdieren, hoe zit het daarmee? Eigenlijk weten we daar niks over. Eigenlijk weten we daar niks over. En wat stelt u dan concreet voor? Want het valt toch wel moeilijk te controleren telkens als er een konijn wordt verkocht, dat controleurs bijvoorbeeld huis aan huis gaan aanbellen. Ja, voor alle duidelijkheid, ik pleit niet voor een politie die overal aanklopt om te zien hoe dat konijnen worden gehouden. Die Nederlandse studie toont ook aan dat het wel goed zit bij de mensen die een konijn houden. Geven geschikte voeding, verzorgen het goed. Het probleem zit hem vooral terug in de keten. Dus in de winkels en zeker bij de fokkers. Ik las onder andere in de studie dat babykonijntjes die te veel zijn of niet geschikt zijn, dat men die soms letterlijk doodknuppelt. En die kwekers die geven dat ook toe ten aanzien van de onderzoekers. Dus dat duidt aan dat er iets niet goed zit, althans in Nederland. En ik vraag mij af of dat dergelijke wanpraktijken ook in ons land gebeuren. Dus laten we dat tenminste onderzoeken. Ja. Ben Bijt zegt dat degene die de konijnen verkoopt wel degelijk richtlijnen en informatie geeft aan degene die het koopt. Is dat zo? Hoe kunnen we dat controleren? Ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag, hè. Ik weet dat bijvoorbeeld voor de verkoop van een hond, dan moet je eigenlijk een ganse vragenlijst overlopen om te zien wat die hond eigenlijk wel geschikt is voor jou. Als je zo'n hond wil kopen, ook daar loopt het mis. We weten dat. Dus ja, laat staan bij het aankopen van een konijn. Ik denk echt niet dat daar veel rond gebeurt. Dus opnieuw, laten we dat nu eens allemaal screenen. In Nederland hebben ze allemaal grondig onderzocht. Ze hebben zowel de mensen in de sector, dus de kwekers bijvoorbeeld, hebben ze ondervraagd. En ze hebben ook een bezoek gebracht aan de kwekerijen zelf van die konijnen en vastgesteld dat het grondig misloopt. Dus laat ons dat nu ook eens doen in Vlaanderen. Ja, als het van u afhangt, mogen mensen nog konijnen houden? Ja, ik ben zeker geen tegenstander van het houden van gezelschapsdieren. Dieren vervullen natuurlijk een belangrijke sociale rol, hè. Ik zelf heb ook dieren thuis en ik ben daar ook gehecht aan. En als je die dieren goed verzorgt, hebben die dieren daar ook iets aan. Maar de grens wordt natuurlijk overschreden als je leed veroorzaakt aan een dier. En ja, vaak is dat niet als houder van je gezelschapsdier, want je wilt natuurlijk veel aandacht besteden aan je huisdier. Maar de omstandigheden waarin dat ze gekweekt worden, waarin ze gefokt worden, ja, daar loopt het vaak mis. Bij honden en katten loopt het mis. En ik vrees ook bij de kleinere gezelschapsdieren. Ja.
En had u bijval in de commissie van andere leden wat betreft uw punt? Ja, ik ga daar eerlijk op antwoorden. De reacties van mijn collega's hebben mij teleurgesteld. Ik herinner mij, pakweg 5 jaar geleden, als je een vraag stelde over honden, dan werd daar soms lacherig over gedaan. Dat gebeurt vandaag niet meer. Maar ik merkte, omdat het een thema is, ja, konijnen, is dat wel zinvol om daar een parlementaire vraag over te stellen? Er was zo wel wat gelach en gemor bij mijn collega's, dus ik denk eerlijk gezegd dat het besef nog niet is doorgekomen. Maar ik vermoed dat dat de komende jaren wel zal wijzigen. Oké, goed. Laatste vraagje. U komt niet meer op voor de verkiezingen, maar u heeft altijd wel gezegd dat u zich wil blijven inzetten voor het dierenwelzijn. Wat wordt uw volgende professionele uitdaging? Een goede vraag. Ik kan daar nog niet zoveel over zeggen, maar ik ben daar inderdaad volop mee bezig. Hè. Dus ik ben dat nog aan het ontwikkelen. Sowieso zal het wel met dierenwelzijn, dierenrechten te maken hebben. Het politieke spreekt mij nog altijd wel aan, dus ik zal zeker nog wel ergens een rol vervullen in het maatschappelijk debat rond dierenwelzijn. Maar het zal zeker niet partijpolitiek zijn en het zal niet in het parlement zijn. Oké, goed. Dankjewel, Hermes Sanctorum. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.